quadridaar technieken die zijn een combinatie van technieken met de tamboernaald, zoals deze naald. Een hele fijne haaknaald eigenlijk. Ik weet niet of je het zo kan zien. Een hele fijne haaknaald. En een gewone naainaald wordt er gebruikt, zoals hier. Of een borduurnaald voor bijvoorbeeld het toepassen van genieën. En dat is het leukste eigenlijk aan alles, dat je dingen kunt gaan combineren in één ontwerp. En mocht je je afvragen van, kun je dat wel online leren? Dat is eigenlijk de meest gestelde vraag die mensen mij stellen. Dan kan ik alleen maar volmondig ja zeggen. Want er is namelijk een voordeel aan online leren. En dat is dat je videomateriaal krijgt die je precies laat zien wat je moet doen en hoe je het moet doen. En video kun je gewoon opnieuw kijken en nog een keer opnieuw, net zolang tot je het snapt. En dat allemaal in je eigen tijd, dat is ook een heel groot voordeel. Je hoeft er dus niet voor in de trein of in de auto te stappen. Je kunt het gewoon doen als je tijd hebt en zin hebt, in je weekenden, in je vrije uurtjes of gewoon lekker dedicated 4 hele dagen lang. Tamboer embroidery zoals hier. Allerlei andere technieken, zoals hier met genieën en lint. Een techniek die ik eigenlijk nog niet eerder in een cursus heb verwerkt, die zit nu in de online cursus voor professionals. Eigenlijk een soort raised embroidery met kralen, heel bijzonder. Leer. En ja, dat begint allemaal met een kennis en een ervaring opdoen in broderie daar te hebben. En in mei heb ik 4 dagen gepland waarin we gezamenlijk door dit traject heen gaan. Wat betekent dat je weliswaar thuis werkt, maar dat je begeleiding krijgt elke dag en een pep talk. En dan help ik je in een groep mensen om stap voor stap elke dag te focussen op de juiste dingen, zodat je voortgang hebt en niet blijft steken in het verhaal. Dus ik zou zeggen, meld je aan en doe gezellig mee. Ik heb er weer heel veel zin in om jullie die geheimen van de Parijse haute couture te leren. Ja, en wat je dan kunt afronden na stappenplan, dat is bijvoorbeeld deze soort merklab met allemaal verschillende technieken. Nou, alles komt aan bod. Maar je kunt ook gaan voor een eigen ontwerp, zoals ik bijvoorbeeld zelf deze heb gedaan, van de technieken verwerkt zijn. Maar hier heb ik ook een kast vol met geborduurde items. Schoenen, hoed, ingelijste kleine samples, een tasje, handschoenen. Is zo veel mooi. En dan helemaal niet te vergeten natuurlijk kleding, want dat is wat mijn passie dan is als toepassing van borduurwerk. Borduurwerk in kleding, en dat kan ook weer zoveel verschillende gezichten hebben. Dit ziet er weer heel anders uit, zie je? Dus van, variërend van heel romantisch tot heel stoer of heel modern of een beetje mysterieus, zoals dit soort. Of, ja, dit. Allemaal geborduurde blaadjes die als het ware dwarrelen van het corset af. Deze dan. Dus ik zou zeggen, meld je aan en doe gezellig mee. Ik heb er weer heel veel zin in om jullie die geheimen van de Parijse haute couture te laten zien.